ga nog een keer verkopen. Kijk of je nou wil. En een BH. En dan geef je van een mooi prijsje van 360. Lijkt me redelijk, toch? Zeker. Waarom willen ze al die shops zo verdomd goedkoop hebben? Omdat het losers zijn. Nogal, ja. Oh, we gaan exchange dus zelfs. Ja, we gaan een leuk grapje uithalen met hem. Hier. Ik ga erop achteruit, doe het maar. Oké, nee, dan krijg ik nog maar de pleuris. Ja, ik heb geen geld, ik heb geen stok. Maar ik kan eigenlijk dat rondje tot het hiernamaals doen en ik hoef nooit te betalen. Nou, iedereen gaat naar huis. Dat is klote. Maar ja. Hier is het ding, hij heeft er geen klote aan. Nee, dat is waar. En ik ben zo aan de beurt, dus misschien dat ik in deze straat nog wat kan kopen. Dat zou wel fijn zijn. Nevermind. Nee, maar ik kan gewoon terug op elkaar. Daarom snap ik ook niet waarom je daar homes neerzet. Homes zijn goed als je bijvoorbeeld die hoek daar hebt, of die hoek daar. Veel aardig, maar die feit nee, dat snap ik ook. Snap ik ook. Mijn idee was ook om te ruilen. Dan geef ik die shop aan jou. Dan kunnen we langzaam zeker daar twee monopolies van maken. Ja. Dan hebben we de onderkant bezet en de bovenkant bezet. Dan gaat erin stikken. Nee, precies. En dat is ook het hele idee. Maar dit bord is heel geinig. Niet per se omdat hij heel ingewikkeld is, maar omdat als je met z'n tweeën samenwerkt, kan je gewoon twee cirkels maken. Mm-hmm. En dan maakt het op zich dat stuk wel geinig. Ja, hier staat niks, dus ja, prima. Daarom snap ik ook niet waarom je daar een home heeft neergezet. Een checkpoint was veel beter geweest. Ja. Nou, of een checkpoint of een makelaardij. Ja, iedereen heeft zometeen meer vertrouwen in jou. Yay, vertrouwen in mij! Dragonlord is het eerste trouwens. Ja, maar hij heeft net al die stocks verkocht waar ik in heb geïnvesteerd, hè, dus... Mm-hmm. Daar had hij altijd gehad, voornamelijk voor de rest. Dit is jammer. Ze zijn nog niet bij jou, hè? Nee, wij zijn daar, dus tenzij ze een stuk, tenzij ze surf gooien of zo, dan maakt het niet echt heel veel uit. Ah. Ja, een shop gaat anders dicht, hè? Maar ja, boeien. Nee, jongens, het was gezellig. Ik ga bovenlangs. Joh. Ja, het is het enige nadeel van deze tactiek, maar ja. Ik kan zo meteen een promotie pakken, dus. Nou, we hebben mooi ingesloten. Ja. Zoveel stok 70 niet meer. Huh? Oh ja, hij heeft geïnvesteerd in jou, dat was hem. Nou, wat ga jij krijgen? Stoks naar keuze. Ja, maar ik heb niet zoveel geld. Ja, ik heb ook geen geld. Je hebt geen hele cash. Dat is een klote. Nou, dan moet ik zo meteen even snel nog die linksboven pakken, anders ben ik genakt. Mooi. Niemand heeft er wat in zitten, maar prima joh. Oké. Ik hoop alleen dat ze zo meteen sneller zijn dan mij bij de suit. Maar zo te zien niet. Dan ga ik ook zo meteen een promotie pakken. Nee. Nee? 5 keer de value. Nee. Met welk geld? Geen geld. Precies. Misschien het geld wat ik hier vanuit krijg. Nee. Round the blocks? Nee, dat gaat naar Dragonlord. 100%. Ja. Dat is al 1. Dat is bijna 2. Ja. 3. 1, 2, 3. En zijn level is 3. Het is 9. 9,50? 3, 4,50. Dat tikt aan. Nou ja, je weet wat je moet doen. Spruit! Oh.
Dan kan je niet spruizen of wel. Oh nee, dan kan je hem ja. 1000 maken. Ja, laat hem maar op. Kan we zien. Ik weet alleen niet of hij nou veel verder kan. Volgens mij is dat het maximale. Oké, dat is niet erg. Is prima. Kom maar naar Ik denk niet dat ze dat doen. Ze gaan langzaam zeker de andere straten langs. En dat vind ik niet erg, maar... Ja, geen geld, geen cash, geen investment, helemaal niks. Ja, maar dat heb ik niet afgesproken. Dat weet ik niet. Ik snap de AI niet. Gaat hij zo'n anders van me overkopen hier? Ja, oké, prima. Je hebt wel weer geld. Ik heb wel weer geld, maar... Spruce? Ja, spruce maakt gewoon kapot. En dan hier? 141 zou ik nemen. Doe maar. Hoe monies! De truc is zometeen wel om voor te zorgen dat ze hun stoks gaan verkopen. Dat is een beetje het ding. Maar ik vind het niet fijn dat hij heeft een forced buyout. En ik weet ook niet eerlijk gezegd niet waarom hij dat doet. Want gaat hij zo meteen mee de straat overkopen? Gewoon mentaal om te kutten. Ja, ik denk dat het voornamelijk is. Want heel logisch is het niet. Nou, iedereen shops closed of zijn shop closed. Nou ja. Iedereen behalve Patty's winkels gaan dicht. Nee. Nou, niemand is bij jou in de buurt, dus. Maakt niet heel veel uit. In het geval dat hij het weer doet. Ik ben wel wat om mijn geld heen, maar ja. Natuurlijk. Oh, die heb ik al. Ja. Nou, buy any unowned shop or vacant plot. Any. Wat zou ik doen? Dat is een goeie. Hier heb je nog wel 3 lege stukken, zeg maar. Ja, kijk, het liefst zou ik je aankijken. Ik zou zeggen van, oké, mijn promotiegeld geef ik je zo meteen als jij die 220 betaalt. Maar dat doe je niet. Om die te doen? Ja. En dan? Ja, dan betaal ik hem zo meteen terug, maar dat heeft geen zin. Die 700 is te duur. Ik zou zeggen, doe de 80 of die 160. Die trekker wordt gewoon zo'n flikker dat hij dat op het laatste moment nog doet. Het is net Jengus, alleen dan slimmer. Ja. Oké, 4. Ik had hem dus kunnen hebben. Ja. Weet je wat het close hiervan is? Dat je shop moet verkopen. Ik moet de shop gaan verkopen, ja. Dit is klote. En alleen maar omdat je het laatste stuk heeft gekocht. Echt. Yep. Ja jongens, vecht maar elkaar uit. Die maakt me niet zo heel veel uit. Het gaat meer om die andere twee dagen. En als die naar Dragonlord gaat, dan heb ik mijn cirkel kwijt. Jezus, ja, het is nu die, ja. Ja.
Kloten. Nou, ik kan hem tenminste tegenhouden van een Monopoly. Het zou fijn zijn als ik die onderste straat ook kan krijgen. Ja. Maar ja, dat was ook iedere keer mijn idee. Oh, wee. Oké. Ja. Maar die fake en plot had ik het liefst gehad. Ja. Daarmee had ik het gewoon kunnen pakken. Is het handig om straks gewoon geld te bieden voor deze twee? Wat denk je van? Ja, ik weet niet hoe de AI werkt. Dat is het hele probleem. Dat zagen we in de voorgrond, zagen we daarvoor. Ik weet niet hoe ze werken. Volgens mij kom ik... Ja. Ja. Pak die 130 die direct daar zit. Nee, waarom niet gewoon in deze straat? Dat kan ook. Nou, heb ik zo meteen een promotie en dan... Hoop ik dat ik iets meer geluk heb. Ja. Nou, dat helpt. Nou, dat zal pijn doen als ik weer twee gooi, want dan heb ik voor twee keer achter elkaar geen geld ervoor. Ik heb geen stoks, hartstikke mooi. Lul. Ik snap hem niet. Een gigantische lul is het, meer is er niet. Dat is de ding, je hebt geen Monopoly erin, dus waarom zou je zo hoog investeren? Ja, dat is. Ja. Om naar boven te gaan, denk ik. Daar ook in gaan. Ja, je triggert wel een home voor iedereen. Ja, dat is wel waar. Maar ik ga ook niet spruzen, want niet. En dan nee. Ik klopt. Kijk, ja. Kom hier naartoe. Nee, prima, dan loop ik wel weer terug. Oh, dus alleen als je... Als je er zelf op landt. Ja, blijkbaar. Ah. Gaat ze deze kant op? Of ik... Wat een kut. Ja. Nou. Dat was het. Ja? Zo. Ja, maar dan is home ook niet zo sterk als ik had verwacht. Ja. Wat ik gewoon geluk met mijn eilandje toen dat ik zelf op home kwam. Mm-hmm. Hebben mensen nog stokjes? Ah, nee, mooi. Living on the edge. Nee, maar dat moet ik ook eerlijk gezegd. Ja. Ik moet weer overleven van stoks. Dat is mijn hele ding. Nou. En ook al willen ze niet op landen, weet je wat? Prima joh. Daarom niet op vraag gekomen. Valt op zich mee. Wauw, maar meneer liep niet al voor. Als er één AI is die ik niet snap, is het Dragon Lords. Want nou, eerste pot. Is hij gigantisch gestoord? Tweede pot. Krijgt hij het voor elkaar? Dank je. Hoe kan hij elke keer op jou triggeren? Geen idee. Ik ben een trigger voor Siri. Ja. Tweede keer koopt hij iets wat compleet random is. Verkoopt hij het voor 7 keer de waarde. Yeah. En verliest hij alsnog. En hier force buyout hij mij op iets wat hij niet heeft. Heel raar. Twee. Ik zal niet naar boven gaan. Waarschijnlijk ook niet. Nee, dat is de reden waarom ik deze kant iedere keer op ga. Ik volg dit maar en dan liften ze weer mee op mijn stoks, hè. Heel interessant.
Dat is hartstikke mooi, maar ik denk niet dat me dat nu helpt. Nee. Zakjes, meneer. Ja. Ja, nou. Dan zakjes, meneer, help me even. Daarmee help je niemand. Hm. Twee en naar rechts. Nee. Waarom? Ik krijg wel wat geld, dus het is misschien niet heel erg. Nee, maar waarom? Ja. Ze heeft er niks aan. Ze verkoopt wel wat stocks weer, dus... Ja. Dezelfde weer als net. Ja, dat is, dit is gewoon kloot dat hij dit heeft. Ik kan het overleven, dat is het probleem ook niet, maar niet lang. Nee. Want het enige mooie in die tech software is, het is gebaseerd op je net worth. Dus zolang mijn net worth maar 0,0 is, nee. Ja, mooi. Ja, ik snap wel. Maar dat is gewoon een klote niet aan dit stuk. Want ik geef die bovenste ding geef ik ook niet aan Dragonlord. Nu moet ik zo meteen genoeg gooien dat ik dat hartje kan pakken. Mm-hmm. Maar geef hem maar zoets. Geef hem alsjeblieft even wat geld. Nog een keer gooien is ook prima. Ja, dat ding, dit doet niks. Ja, ik moet iets. Living on the Edge 2.0. Ja. Dat zijn allemaal stocks. Dus het is gewoon voor mij rondjes lopen. Tenzij hij naar boven gaat. Ik weet niet zo goed wat hij doet. Als hij op land betaalt hij. Wat? Nee! Dan was het fucking. Dan had hij net zo op een keihoge van mij kunnen komen. Yep. Wat een dievenspel. Nee, het dievenspel is dat hij weer zijn home triggert. Ja. Dat maakt het kloten. Daarom snap ik ook niet waarom hij een home heeft in een straat waarin niemand een fuck om hem geeft. Ik zou zeggen Nee. Ja. Moet je iedereen goed twee. Betalen. Het enige mooie is dat zakje ja. Is ook geworpen. Ja, ik zie het. Tuurlijk. Betalen. Nou, zakje, gooi 2. 8. 2. Nee. Iedereen gooit 2. Nou, Dragonlord, ga mooi mee. Ook 2 gooien. Ja. Het is toch een lul. Ja. Blijk maar weer. Ja.
Dat zou me ook niks verbazen, dat hij weer de shops gaat overkopen. Heb het al. Ja, maar ik niet. Oké, je mag dezelfde stappen terug doorlopen. 30. Nou ja, 80 betalen. Ja, je staat nog niet stevig genoeg om de A te gaan buyouten, hè? Nee, als niemand daar naartoe loopt. Nee. Maar dat was ook mijn hele idee. Het liefst had ik al gewoon niet gehad dat zij je straat verder gaat uitkopen. Nou, iedereen gaat dicht. Maar ja, het is net te laat. Ja, het was nog eens. Ik was inderdaad nog een zoeting heb. Nee, ik bedoel die je nu kreeg in het kaartje natuurlijk. You warp somewhere, oké. Okay. Waar is somewhere? In mijn straat vooraan? Ik zal het wel typisch vinden. Ah, je favoriete plek. wel weer typisch. Mijn trauma. Ja. Yeah. En dan redt hij. En dan gooi ik 2 en dan kan ik de laatste shop kopen. Ja. Hey. Nou, hoe dan ook, ik kom op jou terecht. Ja, ga je direct uit de hand kopen? $600, denk ik. Zoveel? Ja. Dan kan je beter gaan force buyouten. En je hebt daar geen stocks, hè? Nee, dat is ook zo. Nou, het scheelt dat hij nou nodig is. Twee. Kut, heeft ze dat hartje weer? Oh, dan betaal je geld op. Oké. Okay. Ik heb elke keer dezelfde suit. Ja, ik kan over mij praten. 2. Dat is 3. Dat is inderdaad 3, heb je goed gezien. Ja, dan kan ik investeren. Ja, ik moet me gewoon even investeren, anders koopt Dragon Ball zo meteen weer over. Daar heb ik niet heel veel zin in. Maar die flikker heeft er wel stocks in zitten. Ik weet niet of ik dit nou een leuke map vind of niet. Het is een leuke map, maar je landt niet op de juiste dingen en Dragonlord verpest een beetje met zijn homie erin. Ja. Gewoon tijd dat hij nog een keer wel mijn straat in loopt. Ja. Of jouw straat. Wat dat betreft, zeg maar, maakt dat niet zoveel uit. Maar... Nee, maar dat was ook het hele idee. Maar ja, als Patty jouw dingen gaat force buyouten, dan kan je niet zo heel veel. 1. Dat is geen 1, nee. Kijk, daar heb je nog iets, dus... Patty, waar de fuck ga jij naartoe? Een rondje lopen. Ja. Zo lijkt het inderdaad wel, ja. Dus je gaat die suit ook al pakken die ik nodig heb. Dus... Een beetje. Koppen shop. Nou, maakt niet uit, rennen. Ik zag het alweer gebeuren in mijn straat. Ja. Echt voor mijn straat. Ja. Het is op zich ook een... Ga toch echt naar boven.
Oh. Ja. Nou, oh, oké. Ik kan geld gebruiken van de bank. Om ergens in te sproezen? Ja. Dat is een goed voorteken of een slecht voorteken. Maar kijk het naar het feit dat Bowser in de achtergrond is, denk ik een goed voorteken. Nee. Het zou wat. Dit is op zich niet zo heel dom. Nee, want als hij zo meteen maar die straat blokkeert.